En dan is er ook nog wat sport. In het wielrennen heeft de Duitsers Jonas Bokelo van de Ierse ploeg en Post Chain Reaction gisteravond de grote prijs Beekman de Kaluwe in Ninove gewonnen. De Duitser was de snelste in een spurt met 6. Brad Evans werd tweede en Dennis Koenen derde. De koers voor elite met contract werd dit jaar al voor de 75ste keer gereden. De finish lag deze editie niet aan het stationsplein, maar wel aan de onderwijslaan. Bokelo krijgt nu ook een plaatsje op de erelijst van de grote prijs. Hij staat in een mooi lijstje met onder andere Arnaud Démare, Tom van Asbroek, Jérôme Bonny en Peter van Petegem.